Zijn de zalen goed gevuld en we hebben een ontzettende ontwikkeling ook doorgemaakt met de voorstelling. We hebben in oktober nog een tijdje nog wat zitten schaven en dingen nog mooier, stukken nog beter gemaakt. En we hebben nu de laatste paar voorstellingen toch heel goed gevoel over en van het publiek krijgen we dat ook terug. Dat ze het heel tof vinden hoe we het aangekleed hebben, dat heeft Martin natuurlijk gedaan, maar dat zeggen ze dan tegen ons. En dat ze de muziek heel mooi vinden en dat ze het bijzonder vinden om ons een keer in deze setting te zien. Nou, we hebben het natuurlijk veel meer aangekleed met een heel speciaal decor. We hebben een heel aantal projecties hebben we. We hebben eigenlijk ook gastenprojecties en we hebben onszelf geprojecteerd. En dat interfereert weer met de muziek en wat er gebeurt op het podium. We hebben een heel mooi lichtplan. We hebben natuurlijk leuke kleren aan. Het is in die zin anders dat we nu veel meer op cue moeten spelen natuurlijk. Als je normaal een concert speelt, dan begin je een nummer en dan heb je ook meer ruimte om bepaalde dingen anders te doen, bijvoorbeeld een andere afslag te nemen ergens. En dat kan nu even niet, omdat je vaak toch ook met die beelden zit en dat moet synchroon lopen. Dus je zit ook wel wat in een wat vaste keurslijf in die zin, als je aan het spelen bent. Maar uiteindelijk word je daar vanzelf ook weer losser in. Als het allemaal duidelijk is waar alles zit, waar de cues zitten. En dan begint het stuk echt te leven wat mij betreft. Dan wordt het pas echt leuk. Ik denk dat ik van huis uit meer een festivalclub iemand ben, maar met de jaren begin ik het theater toch ook wel erg te waarderen. Maar ik denk dat ik het steeds wel leuker vind als het publiek gewoon echt kan dansen en een beetje kan met zijn plaat kan gaan. Er wordt absoluut gedanst, zeker ook het eind van onze voorstelling, dan nodigen we ze zelfs uit. Ja goed, er is natuurlijk niet zo heel veel ruimte en het is lastig, je wil andere mensen niet in de weg zitten. Maar je kan bijvoorbeeld tussen de voorste rij en het podium vaak dansen, aan de linkerkant en de rechterkant of op de trappen, en dat doen mensen dan ook vaak. Ik ga niet zeggen super vet gaaf, want dat klinkt zo stom. Maar dat is het eigenlijk wel, het is gewoon super vet gaaf. AKB, verdiepend, muziek. Nou, dat zijn inderdaad drie dingen die wel zeker aan de orde komen vanavond. Ik verwacht vanavond een goede opkomst. En Amsterdams thuispubliek, dus ik denk dat het gewoon heel gezellig gaat worden. En dat wij gewoon heel goed gaan presteren, denk ik vooral. Hey, nou ja, we komen dus net van het podium af en we hebben lekker gespeeld. Ik zie allemaal blije gezichten en ik ben ook zelf weer helemaal wakker. Ik was een beetje duf. Meervaart Amsterdam. Martin, Tijn, hallo. Iedereen is er. Ja, precies. Cheers.